zin in. Nou, ik vond het wel echt een team. Ik vond het ook echt wel een team. Even kijken, ik ga even zo kijken voor het beeld. Ik keer zo'n heel erg naar achter. Zo, je ziet altijd wat het schermpje stuk is. Is dat dan? Nee, dat is een heel dikje. Oké, welkom bij een nieuwe Rijnsvlog. Deze vlog is mega leuk, want jullie gaan onze fashion show zien. De hele fashion show, van de styling tot de modellen tot de make-up, haar, noem maar op. En onder andere ook de twee performers van Maan en Delani voor de afterparty. Misschien zie jij jezelf wel op de afterparty, dus ben jij benieuwd, blijf dan kijken. En subscriben. Love Rijners. We hebben eindelijk onze nagels gedaan, jongens. Kun je het zien? Yes. We're back. Back on track. Back on track. Superleuke tafels. En we hebben daarboven een heel groot scherm laten ophangen met reindeersbeelden. En hier zijn alle kleurde flessen. Superleuk. Van Emilio Gusto. Oké, ik pak even de buitenkant. Even het entree. Met Dorien in het midden. Met de Louboutin. Nee, je moet erop hoor. Ja, je moet erop. Dit zijn de mannen. De mannen van het zware werk hier. Even Jan inzoomen. Daar heb je haar ook weer. Hallo! Entree. Hartstikke mooi. Prachtig Jules en Mary. En alle ballonnen. Een hele wand van ballonnen. En dan hebben we hier boven een heleboel mensen zitten. Beneden mensen zitten. Het gaat helemaal goed komen. Nou, gaan we met elkaar even vloggen. Hartstikke leuk. Gaat het allemaal lukken, Free? Familie! Ik wil buiten vloggen, maar dat is niet te doen, want het regent hartstikke hard. Dus hoe goed gaat het dan met jullie? Gaat het heel goed met jullie? Jawel. Hi, Miri, heb je er ook zin in? Gezellig in de glitter. De spanning al 10 donuts op. We hebben ons best weer gedaan. Nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Hartstikke gezellig. Even de meisjes op de achtergrond er nog bij halen. Momentje. Hallo Marvin. Hallo lieve. Hi. Dit is gezellig. Leuk. Hallo lieverd. Jullie laten mij met mijn rug naar het publiek zitten. Hè? Zie ik al. Kijk. Die stoel is voor mij. Leuk. Hallo allemaal. Hi. Ik ben de moeder van Jean-Marie. Ik doe het even zo. Hallo. Even gezellig te veel. Kijk eens. Kijk ze zitten. Kijk ze hard werken hier allemaal. Gaat het goed komen? Jawel hè. Het komt altijd goed. Allemaal welkomstdrankjes. Ik heb het helemaal onder controle. Wie ben je? Waar is Eddie? Oh hier. Daar is Ed. Hallo. Hoe gaat ie? Top hè? Ja, leuk hè. Weer zin in Eddie. Heb je er zin in, Monique? Altijd, hè? Altijd in een feest. Heb je er zin in? Yeah! Dat is de bedoeling! Hartstikke leuk! Ja! Gezellig, zijn we weer. Met alle hulpjes en haar mannetje. Ziet er weer fantastisch uit, Danielle. Yay! Kijk eens hoe gezellig. Met een koning. We hebben een koning aan tafel. Daar zijn ze hoor. Ja hoor. Die vlog gaat er bijna aan. Ik denk, wat staat hier nou voor leukert met mijn neef te praten? Hé, hey, wat een leukert! Kijk nou! Hallo leukert! Hoi Mike! Hi! Nou ja, ik ben aan het vloggen! Oh, de vlog gaan we van. Stinky, dit komt allemaal door jou. Kom hier, kom.
Kom hier, Stink. Kom hier. Nee, je denkt, I don't give a fuck. Kom liggen. Zitten. Zit. Ga zitten. Je bent al braaf, Stink. Oké, take 2. Ah, je bent zo'n cutie pie. Oké, shield focus. Okay, als voordat het batterij leeg is, je kent het wel. Kent het wel? Ja, ja, je kent het wel. Oké, met welke drie woorden zouden wij de reinreflectie omschrijven? Eerst wordt het gewoon neon. Dat is opvallend. Dat is de nieuwste kleur. Neon. Bikershorts. Shorts. Shorts. Echt veel bikershorts. En oversized. We hebben ook wat tie-dye. Ja, ook oversight. Gewoon opvallend. Dus dat is echt het neonkleuren tie-dye. Het is helemaal gewaagd. Yes. Let's do this. De drie woorden waar we Rijn mee kunnen omschrijven is neon, oversized en bikers. Bikers. Yo, be ready. Be ready. Tough girls. Tough girls. Maar hij is echt heel stil vandaag. Kan je, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Wat was het grootste stressmoment van de avond? Van de show, ik weet het al. Nou, dat onze kleding pas om 5:00 binnenkwam, dezelfde dag. En dat wij nog al die setjes bij de show moesten toevoegen. Want het was nog niet op tijd binnen. Dus we hadden sommige dingetjes wel al ingedeeld. Dus we dachten, als het binnenkomt, dan kunnen we die zo ertussen hangen. En sommige sets moesten we echt opnieuw maken. Omdat het dus in plaats van die dag opeens dus om 5:00 binnenkwam in plaats van en moet je dan helemaal gaan kijken welk model nog in die tijd, zodat dat je moet omkleden, nog beschikbaar was. En uiteindelijk was het allemaal gelukt. We hebben natuurlijk niet alles wat binnen is laten zien. Leuk, hè? Het was opeens voor blind, is een extra. We hebben hier een reinig oorbellen met diamantjes. En ja. Met allemaal diamonds. Maar dat gaan we ook allemaal laten zien. Maar goed, daar waren we in ieder geval het meest. Ik was daar het meest gestrest over. Even een shotje van boven gepakt. De dames van de garderobe. Ja, hoe leuk. En daar hangen mijn dochtertjes weer. En hier is mijn vriendinnetje Tarone. Ja, inmiddels vriendinnetje geworden. Yes! Hallo! Hallo! Gezellig! Daar is hij hoor! Ik ben aan het vloggen, hi! Het is geen foto, het is een vlog. Het is een vlog! Ja, enige! Vlog! Hallo! Heb je niet je moeder meegenomen? Dat moest ik vanmiddag ook, maar dan op de hondjes. Kijk, daar zitten ze hoor. Hallo! En de keuken even gehouden tussendoor. Weer bezig met die Harley en die Maurice. Zellig met ma. Hartstikke leuk. Herken je mijn stem, maar je ziet me niet. Hallo. Hoi. Je zit hier in heel goed licht, zeg Harley. Wat een fijn licht heb jij hier, zeg. Nou ja, nu wel, ja. Wow. Ja, goed hè. Glitters zijn mooi zo. Ik heb heel veel zin om op te zitten. Ik wil het net aan je vragen, inderdaad. Nee, shoot. Wel rechtop staan. Yes. Spannend. Wat een heel leuk verhaal is, ik stond hier zelf 3 jaar geleden als model mee te lopen in de show. Joehoe! Ja, en dat vond ik zo ontzettend tof en het was mijn allereerste keer een modeshow en ik zal dat nooit meer vergeten. En ik heb de zusjes Reiners heel erg in mijn hart zitten. Ik draag heel graag hun kleding, vooral de lekkere joggingpak dingen en zo. En daarom vind ik het zo leuk dat ik vanavond hier voor hun, samen met jullie,
mag genieten van hun mooie show. Hebben ze er wat moois van gemaakt? Ja? Oké. Maan kennen we sowieso al natuurlijk van iedereen, hoe Maan ze kennen, van ja. De Voice. Zij ging toen optreden in de petticoat. Dat was de allereerste keer dat wij dachten, misschien is het een Reiners petticoat of is het geen Reiners petticoat. Dat weet ik trouwens nog steeds niet. Uiteindelijk volgens mij niet. Volgens mij was het niet. En toen daarna zijn we gaan volgen en toen liepen zij beide met haar beste vriendinnetje mee met onze fashion show van Reiners. En dat is denk ik nu inmiddels, denk ik, drie jaar geleden. Dus toen liep ze zelf als model mee. Dus ze weet hoe onze shows zijn georganiseerd en wat het publiek op afkomt en welke modellen er staan. Dus zij voelde zich heel erg op haar gemak. En wij ook met haar altijd. Altijd heel leuk. Ze past gewoon heel goed bij het merk Reiners. En ze heeft al vaak kleding van ons gedragen. Dat stuurde op. En ik ben heel erg fan van het nummer Zo kan het dus ook. Aangezien ik natuurlijk nu een nieuwe liefde heb, draaide ik dat nummer continu. Non-stop. Zo kan het dus ook. Dus ik moest Maan gewoon hebben voor de show. En het is gelukt. En het was echt een perfect match. Iedereen was echt helemaal lovend ook over Maan. Dus ik heb de performance weer gekild. Dus we waren heel blij. En Delani kennen we eigenlijk van de opnames van House of Talent. Toen moesten wij daarheen. Het is helaas nooit uitgezonden. Maar toen moesten wij naar het huis om Delani te kleden voor en optreden. Naarmate de tijd verder ging, hebben we ook voor een fashion show natuurlijk in Arendshoeve. Als Delani ja, heeft ze opgetreden. En toen nu dachten we, we deden voor het eerst een afterparty van hoe leuk zou het zijn als Delani daar een leuk feestje van maakt. En dat kon ze ook. Dat kon ze ook. Dus dan gaan jullie ook verder zien in de vlog. Ben je lekker aan het snoepen, hè? Yeah.
Marie, wat heb je meegenomen? Maar had hem daar in de koelkast laten staan. Dan hadden we morgenochtend kunnen ophalen. Hij is wilde. Maar wat ga je daarmee nu doen dan? Weet je het? Willen jullie een donut? Kijk, krijg je Jan dat je niet overeenvalt. Ja! Ja! Kom! Een donut! Ja! Oh god, maak ze toch heel de tijd op die piano? Ik kan dat schip hebben, ja. Oh, wat erg dit. Nou, leuk hoor, zo naar de hotelkamer vroeg slapen, not. Nou, je moet wel dan een feestje aan je Hoe was de afterparty met onze dolls? Ik vond het super leuk jullie er waren. Alleen sommige meiden waren toch wel heel verlegen, hè? Dus die durfden niet met ons te dansen of te praten, denk ik. Naarmate de avond wel. Ja. Het enige was dat ons team gewoon super moe was. En wij zelf ook een beetje. Omdat we dus al vanaf 8 uur 's ochtends en door alle stress met de show bezig waren. Dus niet iedereen van het personeel was gebleven. Maar wel echt 80%. We hebben echt tot 1 uur 's nachts even een feestje van gemaakt. Ja, en super gezellig. We hadden chocoladefonteinen, donuts en taarten. Dus optredens en natuurlijk een welkomstdrankje. Dus al met al was het goodie bags hadden we ook wel geregeld voor de meisjes. Een hele leuke afterparty. Dus of we dat vaak gewoon ligt een beetje aan de locatie. Ja, of het kan. Dit was de eerste locatie waar het ook echt kon. En gewoon zelf de locatie gewoon doorschuiven. Dat is gewoon echt. Dat was ideaal. Ja, dat was echt top. Dus het was super gezellig dat jullie allemaal zijn gekomen. Dank jullie wel. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot nu toe hadden we alleen maar leuke berichten. Ja, alleen maar leuke berichtjes gehad. Waar hebben wij deze avond geslapen? Wij hebben met het team geslapen in het courthouse. En we dachten dat iedereen zou zo moe zijn naar de. Zoals Marie nu. Zo moe zijn naar de afterparty. Dat... Nou, oké, wacht. Even doen. Bij het courthouse. Dat was echt, we hebben heel slim onze auto's bij de inkoorparkeergelegenheid gewoon aan de voorkant laten staan. En dan hebben we Uber gepakt. Dat was binnen 5 minuten waren we met het hele team gewoon lekker naar het hotel. En het was om de hoek, dus je kon ook al je persoonlijke spullen in de middag brengen. Waarom wil jij niet vandaag? Dus we hebben gezellig met z'n allen geslapen met het team. En nog even ontbeten. En volgende dag een laatste spulletje opgehaald bij Encore. En toen gewoon weer aan het werken. En iedereen was brak, kater. Maar iedereen heeft het wel geneeld. Dus we zijn ook super trots op ons team. Ja, echt bedankt allemaal dus, daarvoor. Dus eigenlijk met alles goed gegaan. Ja. The next morning. Jeroen is nog steeds jarig. How are you doing, nephew? Not great. And the girls over here. Ik doe bijna de licht aan trouwens gisteren. Hoe kan je nou de lift uitvallen? Ja. Dat zou je denken. Twee kanten. Oh, ja. Wat ben je aan het doen, Jules? Ik heb een heerlijk croissantje. Wat zijn de nieuwe trends, Jeroen? Wat zijn de nieuwe trends? Wat kun je afzetten? De trends zijn vooral niet echt bijzonder. Marie en ik zit in de auto. Na een lekker ontbijtje en naar een poort zijn geweest voor de laatste spulletjes op te halen. Zijn we nu onderweg naar de Torm alles op te ruimen. Het was een hele geslaagde fashionshow en heel gezellig. Alleen wij kunnen niet meer. Aangezien het gisteren zo hectisch was, heeft mama de camera even overgenomen. Ja, mama heeft alles gefilmd, alle leuke filmpjes in deze vlog hebben te danken aan mama. Dus dankjewel daarvoor, mama. Dank je. Wij waren backstage. Hectiek, op die set. Heel druk. Nu onderweg moeten we om alles op te ruimen. En dan is het begin morgen Black Friday. Dus een druk weekend voor de boek moet ook helpen pakken, want ze zijn wel open. Dus ja, ik heb eigenlijk niet heel veel zin om het weer te zeggen. Schaal van 1 tot 10, hoe leuk was onze fashion show? Hoe fantastisch. Hoe great. Nou, ik vond het wel echt een 10. Ik vond het ook echt wel een 10. We hebben echt onwijs veel geluk gehad met de locatie. Want die heeft heel veel van ons uit handen genomen bij Encore. Ze dachten ook heel goed mee. Eigenlijk staan op hetzelfde niveau. Ze waren ook al mee om helpen te opbouwen en af te bouwen. En het eten was echt niet normaal goed. We hebben echt iedereen gecomprimeerd over het eten. De locatie deed heel goed met die 2 verdiepingen. De modellen waren super leuk. De kindjes ook. De optredens van Maan en Delani waren super gaaf. Dat we het toch bij hadden gedaan. Dus al met al was de hele fashion show en vooral het belangrijkste. Iedereen vond de zomercollectie echt mega gaaf. Ja, iedereen heel veel enthousiaste reacties over de collectie. We hebben nu nog niet heel veel laten zien. We hebben nu heel veel neon laten zien, maar er zijn natuurlijk ook gewoon nog heel veel basiskleuren. Dus dan gaan we jullie snel op de hoogte houden. Instagram hebben we al onze eerste basiskleur thema laten zien. Ja. En deze t-shirtjes hebben we ook nog niet laten zien aan jullie, maar het is one size. Dus echt elke maat beschikbaar. Die kan het dragen. Dus echt heerlijk. We leven erin. En we mogen nu eindelijk dragen en laten zien. Nou, dus dat is ook. Waar wij het meeste trots op zijn, ik denk toch wel als je alle modellen zo klaar ziet staan in een nieuwe collectie. Dat je dan hoe we alles hebben gesteld en bedacht, vind ik altijd wel heel erg leuk. Ja, en ik ben heel erg trots op ook echt iedereen het leuk vindt, de collectie. Nou, tot nu toe, natuurlijk van niet iedereen het leuk vinden, maar iedereen was lovend. Dus dan hebben we wel het gevoel van,
valt last van je schouders. Een soort van opluchting inderdaad. Ja. En we zijn nu de eerste foto's aan het posten en daar worden ook al heel erg leuk op gereageerd. Dus al met al zijn wij weer mega blij. En er komt nog zoveel meer aan, dus blijf voornamelijk onze Instagram in de gaten houden. Ja, daar posten we alle nieuwe foto's op. Wat is het grootste event wat nu volgt? Nou, eigenlijk zijn we nu super druk met onze nieuwe collectie te verkopen. De gehele maanden december, januari. En februari gaan we weer naar China. Dus ik denk het grootste geplande trip is dan nu China. En dan onze fotoshoot locatie moeten we weer gaan zoeken voor de nieuwste collectie. Sample sale, motion. We beginnen eigenlijk weer de hele reeltje opnieuw. Wat gaan jullie in de volgende week vlog zien? Want we gaan ook heel veel langs events en premières. Dus volgende week gaan jullie het jaar van onze best verdiend koken zien. En onder andere Friends of the Brands event. En we leren ook heel veel leuke nieuwe meisjes kennen. We hebben heel veel leuke mooie gifts gekregen. En vooral dat we naar Nice gaan. We gaan naar de kou toe, naar de sneeuw. We zijn onwijs benieuwd hoe we dat gaan verlopen. Marien en ik zijn echt geen helden in de sneeuw. Dus zijn jullie nou benieuwd naar de volgende week? Nog gaan voornamelijk subscriben. Want we hebben meer volgertjes nodig. En we willen meer content maken. Dus daar moet jullie ons bij helpen. We gaan ook meer tutorials opnemen van onze make-up en haarroutines. Dus we willen wel veel meer laten zien aan jullie als jullie het leuk vinden. Dus laat maar even weten wat jullie graag van ons willen zien. En love.